Zo vannacht en het wijst jij die een rap die vannacht dingen kan gebeuren. Ik neem verleden jaar, toen zit ik nog op die paviljoenen. Toen is het Afrika hier tegen Australië, achter Nieuw-Zeeland gespeeld. Toen zit ik nog in Singeland. Ik weet niet hoeveel ik aan het duiden die Akka doodgesing is. Nee, dit was net amazing. Toen denk ik, yes, ek kan nie wagen. Een dag het met jullie, maar het is maar net een droom. So, ek denk hier erg het kan gebeuren, maar dingen het zo vannacht gebeuren. Ek is nie baie dankbaar voor. So, ek denk jy het die rechterskuit gemaakt? Ja, het is van baie hartig geweest om weg te gaan. Op je af, want het is een amazing plek hier, die mensen en die supporters en allemaal die soos net geruit en die is bij die see. Soos ek daar altijd ook gesê het, dus ek wil net, ek wil vroeger super rugby speel, ek wil nu nog een jaar gewacht het hierheen. Ek denk, die einde van die dag het vir my baie goed uitgewerkt. Ja, ek denk nog, ek voel eigenlijk baie goed, dus ek denk as ek op een ander plek gespeel het, sou ek baie druk gehad het, maar omdat het die vir my oom, ek raad is en vir die tuisskare, ek het al baie hier gespeeld. Ik denk het voelt goed. Ik denk net, ik denk ik zo'n beetje butterflies krijg als hij landsheet gezien wordt. Dat gaat maken, is net wat ik kan hanteren. Ik zeg maar, ik denk dat het weer doen. Soos Port Elizabeth kan nie baie toets rugby gang sê en ek neem die mense in Port Elizabeth is baie honger vir rugby en dis net dis 'n amazing plek om te wees en om te speel. Jou plaaslike mense, hier so het hulle al contact. Ja, ek dink dis daarom great van die mense. Hulle het nie vergeet toe ek weggegaan het Bulle toe nie. En hulle support me op alle pad. Hulle sal vir my sê, ek support die Bulle nie, maar ek support net jou in die Bulle span. So dit is baie goed en ek hou daarvan. Ek sal net, so 15 sekondes, dit is net die voelie. Ja, I'm feeling good at the moment. Butterflies haven't kicked in yet, and I'm looking forward to playing in front of my home crowd and in front of my family. I think it's an amazing honor to play and a privilege to play for your country. I'm just really looking forward to it, and I can't wait to get on the park on the weekend. Behalve vir jou familie, wat mis jy die meeste van Port Elizabeth? Mis my net die see en die allemaal sê altyd om mis die see, maar ek denk die groot ding wat ek mis is 5 minute van alles af en dis die lekkerste en ja, dis maar dit.